kijken naar de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 49. En dat is van maandag 30 november tot en met zondag 6 december. Ben je nu benieuwd naar een wat dieper consult? Dan ben ik bereikbaar op box nummer 265. In ieder geval mag je nu lekker genieten van de weekhoroscoop die gaat komen. En tot snel weer lekker genieten. Dan de kaarten schudden om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt het Ram alsof week 49 een week is waarin er bepaalde keuzes gemaakt moeten gaan worden. En ik heb het idee dat op het moment dat jij het niet doet, want ik heb het gevoel dat je het misschien wel wat voor je uit wil schuiven, wordt het besluit voor je gemaakt. Hè? Dus denk er voor jezelf over na van wat wil ik hiermee, wat wil ik hierin gaan doen. En wees je ervan bewust op het moment dat jij er niks mee doet, dat er gewoon wat dingen gedaan gaan worden. Toch is het een week waarin je, voor mijn gevoel, eigenlijk helemaal niet helemaal duidelijk krijgt wat je nu wil. Want je lijkt een beetje alle kanten op te gaan en eigenlijk niet zo heel goed weten wat voor stap je moet zetten. Dus misschien is het ook voor jou helemaal niet het juiste moment om een keuze te maken. Toch, daarom zeg ik, wordt er iets gedaan. En ook uiteindelijk met dat resultaat lijkt je niet helemaal tevreden te zijn. Ik zou ook zeggen, lieve Ram, laat het gewoon op je pad komen. En weet je, je gaat het allemaal wel weer voor elkaar krijgen. Soms is het niet zo dat je alles maar heel duidelijk hebt of dat je precies weet wat je wil. Hè? Zo is het leven ook niet. Dus probeer altijd nog wat te genieten van de dingen die op je pad komen. En weet dat je het altijd wel weer in het juiste, op het juiste pad terecht gaat komen. Zal de kaarten schudden om te kijken wat deze week voor de stier gaat brengen. Dan lijkt het stier alsof er deze week voor jou een week is waarin je heel goed weet wat je wilt. Je bent heel goed in je communicatie, lekker scherp. Misschien zelfs wel wat af en toe te scherp, maar goed, jij hebt het naar je zin. En ik heb het idee dat je er echt ook wel wat overwinningen mee kan gaan halen. Juist dat stukje van ik weet waar ik sta, ik weet wat ik wil en ik weet wat ik nodig heb, dat lijkt heel erg goed in aarde te vallen bij de mensen om je heen. En ik heb het idee dat dat ervoor zorgt dat jij eigenlijk krijgt wat je wilt. Want je wil wel heel graag de dingen uitspreken, je wil heel graag bepaalde zaken benoemd hebben. En toch lijkt het zo te zijn dat je eigenlijk niet echt zou willen dat er hele grote veranderingen zijn. Hè? Het is vooral het stukje dat je het neer wil leggen. Het is vooral het stukje dat je wil laten weten hoe je in de wereld staat. Maar al te grote veranderingen zou jij eigenlijk op dit moment nog helemaal niet willen doorvoeren. Dus dan de kaarten schudden om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt het tweeling alsof week 49 een week is waarin je eigenlijk wel wat bepaalde zaken op je pad krijgt of op je boterham krijgt, zou je misschien nog beter kunnen zeggen. Want ik heb het idee dat je eigenlijk iets los wilt laten omdat je het gevoel hebt dat je bepaalde dingen niet kunt veranderen. En dat lijkt ervoor te zorgen dat er dan weer een bepaald stuk komt waar dan van je denkt, oh jee, we gaan er eindelijk echt heen, het gaat eindelijk gebeuren. Of er is een bepaalde verandering en daarna valt het je eigenlijk weer ontzettend tegen. Het lijkt dus maar alsof je in een bepaalde cirkel komt, waarin je misschien het ene probeert los te laten of er van het afstand van neemt. En dan denk bij jezelf, oh, dit is eindelijk die verandering. En dan komt er eigenlijk een soort gelijke situatie op je pad, waarin je het weer best wel wat lastig gaat vinden. Ik zou dus ook zeggen, lieve tweeling, het lijkt een beetje alsof je misschien nog net iets scherper in je communicatie mag zijn. Want het lijkt eigenlijk alsof de ene situatie zich inruilt voor de andere situatie en je dit eigenlijk niet wil, maar het ook heel moeilijk vindt om het te benoemen, of in ieder geval heel moeilijk vindt om het op de juiste manier neer te gaan zetten. Dus dan de kaarten schudt voor de kreeft om te kijken wat week 49 gaat brengen. Dan lijkt het kreeft alsof deze week een week is waarin er aandacht is. Aandacht voor de liefde, aandacht voor jezelf, aandacht voor acceptatie. In ieder geval
allemaal stukjes waar jij als persoon helemaal happy van gaat worden. En je lijkt heel dicht bij je gevoel te staan, je lijkt je goed uit te kunnen drukken. En ik heb daarbij het idee dat er ook echt een stuk intuïtie spreekt en dat je daar deze week heel erg naar gaat luisteren. En je zult zien op het moment dat je lekker in die flow zit, hè, of lekker in die flow mee durft te gaan, dat er eigenlijk best wel hele leuke dingen kunnen gebeuren. En het zorgt er voor mijn idee heel erg voor dat je deze week gewoon echt doet waar jij als persoon blij van wordt. En dat hoeft echt niet te zeggen dat het alleen maar dingen zijn die leuk zijn. Maar juist omdat je naar je intuïtie luistert, maak je van iedere situatie een stukje dat je denkt, ja, dat heb ik eigenlijk op de beste manier, zoals ik al maar had kunnen doen, heb ik dat opgelost of heb ik dat aangepakt. En dat zorgt voor een heel tevreden gevoel deze week bij jezelf, lieve kreeft. Dus aan de kaarten schudden om te kijken wat deze week voor de leeuw gaat brengen. Dan lijkt het leeuw alsof deze week een week is waarin er nogal wat verschillende zaken op je pad kunnen komen. Je lijkt ontzettend hard te werken en dat harde werken doe je ook eigenlijk echt om in het weekend bijvoorbeeld heel veel plezier te hebben. Of in ieder geval in het weekend in je vrije tijd heel veel plezier te hebben. En ik heb het idee dat je deze week misschien wel zoveel werkt dat er eigenlijk voor je vrije tijd niet zo heel veel vrije tijd over is. Of dat er persoon met wie je die tijd zou door kunnen brengen het eigenlijk toch ineens een beetje te kort vindt op iets dergelijks. Dus ik heb het gevoel dat je heel erg aan het werk bent om het leuk te maken, om het leuk te krijgen. Maar dat het uiteindelijk er juist voor zorgt dat je, of misschien wat te moe bent, of dat er eigenlijk te veel werk is om toch nog te gaan genieten. Hè, dus probeer of kijk in ieder geval voor jezelf of dat je dat in evenwicht kunt houden. Als jij natuurlijk ontzettend blij wordt van dat harde werken, of ontzettend blij wordt en je vindt het belangrijker als dat stukje wat je eigenlijk zou willen doen, dan is er niks aan de hand. Alleen ik heb een beetje het idee dat er misschien iemand zich een beetje buitengesloten kan voelen, omdat jij deze week wel heel erg druk kan hebben. Dus dan een kaarten schudden om te kijken wat week 49 gaat brengen. Dan lijkt het maar alsof je deze week echt geen klagen hebt. Het is echt een stukje wat er iemand om je heen is, of een bepaalde situatie om je heen is, die heel warm en liefdevol is. En ik heb het idee dat je alles probeert netjes in evenwicht te houden. Want er is ook bij jou een stuk wat je heel erg belangrijk vindt, dat je de situatie goed voor elkaar hebt, hè? Ik heb echt het gevoel dat je eigenlijk een soort aan het kokonnen bent. Misschien ben je wel in je huis gewoon heel erg bezig, of ben je bezig met een nieuwe baan. Maar je bent echt even iets voor jezelf aan het neerzetten. Wat je ook voor de toekomst wil gaan gebruiken. En dat is echt het stukje wat voor jou heel erg belangrijk is. Je wil echt een soort toekomstbeeld maken. Maar het lijkt alsof er echt iemand of een bepaalde situatie is die toch wel wat van je aandacht wil. En dat vind je eigenlijk ook wel een heel fijn stuk. Maar je bent wel heel erg bezig om dat andere stuk te doen. En daar heb je misschien niet altijd evenveel tijd voor het stukje wat die ander heel graag zou willen. Hè? Dat kan je partner zijn, het kunnen ook vrienden zijn of je kinderen zijn. Maar het lijkt alsof er iemand heel veel aandacht wil. En aan de ene kant wil je het ontzettend graag geven, want je lijkt er ook echt zelf ontzettend van te genieten. Maar het werk, dat lijkt ook deze week echt door te moeten gaan. Dus dan de kaarten schudden om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt het weegschaal alsof week nummer 49 een week is waarin er aandacht is. Er is aandacht voor jezelf, er is aandacht voor je omgeving. Je bent heel erg bezig om voor jezelf te bepalen welke kant je op wil. En voor mijn idee betekent dat net zo goed communiceren met de buitenwereld als communicerende met de binnenwereld. Dus je neemt echt tijd voor jezelf. Je neemt tijd voor de ander. Maar het is wel een combinatie daarvan. En ik heb het idee dat je heel erg ideeën aan het ophalen bent. Of informatie aan het ophalen bent. Hè? Dus bij jezelf en bij een ander of bij een situatie. En eigenlijk op het moment dat je ze allebei goed gezien hebt en over nagedacht hebt, dan kan je je uit gaan spreken. En ik heb het idee dat het dus deze week ook echt een week is waarin je knopen kan doorhakken en waardoor je ook heel erg duidelijk kan zijn aan de mensen om je heen wat nu eigenlijk jouw plannen zijn. En dat wordt ook heel erg gewaardeerd in je omgeving. Dus dan de kaarten schudden om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen.
Schorpioen, week 49 is voor jou een week waarin je alles probeert in evenwicht te houden. Je bent compromis op compromis aan het sluiten. Je probeert daar te kijken wat je kan doen. Je probeert daar te kijken wat je kan doen. En ik heb het idee dat je het op zich best wel leuk vindt, want je vindt het ook een uitdaging. Maar het lijkt ook alsof je misschien wel te veel dat evenwicht wil gaan zoeken. Hè, blijf ook daadwerkelijk bij je eigen gevoel, want je loopt het risico op het moment dat je niet genoeg naar jezelf luistert, dat je jezelf daarin kan gaan kwetsen. En het is belangrijk dat je natuurlijk achter je eigen besluiten kunt gaan staan en kunt gaan blijven staan op het moment dat het even niet lekker loopt. Hè? Als er iets fout loopt en je staat eigenlijk niet achter gaan staan, of het wordt op een gegeven moment zo'n slap aftreksel van iets wat je graag zou willen, dan voelt het ook niet meer prettig. Hè? Dus schorpioen, let daar gewoon voor jezelf op. Ik heb het idee dat er zeker heel veel plezier gaat zijn en dat je ook echt je best doet om er wat leuks van te maken. Maar vergeet je eigen gevoelens hier niet in, want dat is natuurlijk eigenlijk wel heel erg belangrijk. Dus even kijken wat week 49 voor de boogschutter gaat brengen. Dan lijkt het boogschutter alsof deze week een week is waarin je misschien met wat vraagtekens begint. Zo van, zit ik wel op de juiste weg? Moet ik het wel gaan doen? En daar is eigenlijk maar één antwoord op mogelijk. Ja, het lijkt alsof je echt op de juiste weg bent. Je begint een nieuw begin en er komt zoveel actie in je kaarten voor, dat ik zou zeggen dat je aan het eind van de week echt het idee hebt van, waar heb ik ooit aan getwijfeld? Dit lijkt helemaal het stuk te zijn wat voor mij op dit moment heel erg geschikt is. En ik weet ook echt wat ik ermee wil gaan doen. Je plannen, je inspiratie, je moed, eigenlijk alles spreekt erover uit. Hè? Waar je in het begin misschien denkt, van ja, jeetje, wat is dit nu eigenlijk? Ik zou echt zeggen, lieve boogschutter, laat het achter je. Ga echt naar je gevoel luisteren, want de bewegingen die er liggen, dat is echt iets wat je zelf mag gaan doen en wat echt op jouw gevoel aangesloten is. Hè? Dus twijfel niet te veel, ga lekker in die actie. Je zult zien dat je er achteraf ontzettend happy bij gaat voelen. Dus aan de kaarten schudden om te kijken wat deze week voor de steenbok gaat brengen. Dan lijkt het steenbok alsof week 49 voor jou een week is waaraan je heel hard werkt aan bepaalde besluiten voor jezelf te gaan nemen. Je bent aan het dingen aan het onderzoeken, je bent lekker in beweging en ik heb daarbij heel erg het gevoel dat je heel goed weet wat je wilt en daar doe je ook eigenlijk van alles aan. Je lijkt heel hard aan het werk te zijn en het gekke is eigenlijk dat ik het gevoel heb dat je heel hard werkt en dat je toch ook nog tijd overhoudt om voor mensen er te zijn of om voor je kinderen er te zijn of voor je familie. Het maakt niet zo heel veel uit. Je lijkt het ontzettend druk te hebben en toch zit je ontzettend lekker in die flow. En zul je in staat zijn om aan het eind van de week voor jezelf echt een bepaald plan neer te leggen waarmee je naar buiten kan gaan komen. De kaarten schudden om te kijken wat deze week voor de waterman gaat brengen. Dan lijkt het waterman alsof deze week een week is waarin je heel goed bij je eigen gevoel kan komen. En ik heb een beetje het idee dat dat een stukje is geweest wat je de laatste tijd een beetje aan het schipperen bent geweest. Omdat de mogelijkheden er wel waren, maar je lijkt niet helemaal te weten wat je hebt gewild. Nou, deze week heb je meer het gevoel van, ik ga gewoon toch mijn hartje volgen en ik kijk wel wat er van gaat komen. Hè? Dus waar je misschien eerst twijfels had over van, hoe gaat het dan uitpakken en wat doet dat dan eigenlijk voor mij? Heb ik nu het idee van dat je denkt van nee, ik ga het toch gewoon proberen. Ik ga lekker in die actie. Ik ga gewoon kijken. En weet je, ik zie wel hoe het gaat lopen. Ik weet ook niet hoe het gaat lopen. Maar mijn lieve waterman, daar heb je ook helemaal gelijk in. Helemaal niemand weet hoe het gaat lopen. Hè? Je hebt alleen een idee dat je misschien een uitvoer wilt gaan brengen of dat je misschien wilt gaan kijken wat het is. Maar ik heb echt het idee dat het iets is waar je op dit moment mee bezig bent, waar je graag naar wil kijken wat het voor jou kan gaan doen. Omdat dat echt een stukje is wat weer een beetje beweging gaat geven en daar lijkt je gewoon ontzettend lekker aan toe te zijn. Dus aan de kaarten schudden om te kijken wat deze week, week nummer 49 voor de vissen gaat brengen.
Dan lijkt het vissen alsof deze week voor jou een week is waarin je hart gaat volgen. Het kan zijn dat er een bepaalde verandering gaat komen. Het kan zijn dat je jezelf ontzettend ergens voor in gaat zetten. Maar het is ook sowieso een stukje waar je kiest voor je eigen plezier. Ook met anderen, want het is zeker niet alleen. Maar je kiest wel heel erg bewust voor het stukje van wat heb ik als persoon nodig? Waar kan ik op dit moment mijn vissen-ei kwijt? En hoe ga ik lekker genieten? Want daar lijkt je deze week ontzettend aan toe te zijn. En ik heb ook het idee dat je echt wel een beetje door wilt zetten. Hè? Dus je gaat niet bij de pakken neerzitten. Ik heb het idee dat je misschien de laatste tijd wel wat voorzichtig aangedaan hebt. Zeker wel genoten hebt. Maar dat je nu echt denkt bij jezelf, ja, ik vind het nu wel weer echt tijd. Dat er even een bepaalde wind gaat waaien. En ja, komt die niet, doe ik het zelf wel. Hè? Dus je bent echt lekker in die actie van je gaat die kant op die je nodig hebt op dat moment. En als het weer gedraaid moet worden, draai je weer lekker. Maar je bent heerlijk bezig en er zit ontzettend veel plezier in. En ik denk ook dat je op deze week een hele leuke partner gaat zijn voor de mensen die om je heen zijn op dit moment. En dat is echt even een stukje waar mensen het heel fijn gaan vinden om samen met jou leuke dingen te gaan doen. Leuk dat je gekeken hebt naar de korte weekhoroscopen van week nummer 49. Wil je nu een persoonlijk consult? Ben ik bereikbaar op box nummer 265. Voor nu bedankt voor het kijken en natuurlijk een super fijne week.